Goedemorgen, het is vandaag donderdag. Oh jongens, ik heb zo'n slechte nacht gehad. Jullie willen niet weten. Mijn katten waren gewoon de hele tijd met elkaar aan het vechten. Ze waren aan het kleizen, aan het blaren. Sprongen op mijn hoofd, op Nessim's hoofd. We kwamen gewoon echt niet aan onze slaap gewoon. Ik heb echt letterlijk 2 uurtjes geslapen. Ik maak niet eens een grap, hè. Maar ik denk dat Dina echt nodig moet worden gesteriliseerd. Dus ik ga de dierenarts gelijk bellen om een afspraak te maken. Want ik ben het echt een beetje zat. Want haar gedrag loopt een beetje uit de hand. En het gaat gewoon niet goed samen met Lira. Want Dina is gewoon veel te druk voor haar. En ze moet gewoon worden gesteriliseerd. In ieder geval, ik ben lekker vroeg opgestaan. Ik heb ontbeten. En toen heb ik me klaargemaakt. Dat was ook niet echt lekker. Mijn haar wil vandaag echt absoluut niet zitten. Weten jullie wel hoe lang ik hiermee bezig ben geweest. En kijk wat het resultaat is. Zo jammer. Ik heb in ieder geval zo opnames bij Caro en Hilversum. Dus daar ga ik zo naartoe rijden. En ik ben echt ruim op tijd. Dat is het enige positieve aan deze dag. Ik ben ruim op tijd. Ik ga snel vertrekken en dan zie ik jullie straks. Oké, ik ben net aangekomen bij het Karelgebouw. En ik moet me nu even denk ik melden bij de receptie. En even kijken, hoe laat is het eigenlijk? Heb ik mijn mobiel wel gepakt? Ja. Het is nu 10 voor 2 en ik moest me om 2 uur melden. Dus ik ben echt goed op tijd. Ik ga jullie even ook meteen mijn outfit showen. Deze belichting is wel echt heel slecht. Ik heb een outfit aan van Zara. Ik heb een Zara trekkingaan. Zara trui. En ja, gewoon hakken eronder. En deze Zara oorbellen. Die ik echt super leuk vind. Nou, ik ben inmiddels aan het wachten. Ik heb net even Sima gezien. Het gaat trouwens om het programma Spot On. Echt een hele leuke serie. De meeste zijn al geweest en ik ben pas zo aan de beurt. Jongens, ik ben nu op de setting. Kijk hoe het eruit ziet hier. Zo schattig. Dit is de biechthok, hè? Ja. Zo heet dat hier. Ja, biechtstoel. Ja, hier moet ik straks alleen zitten. En dan worden mij allemaal vragen gesteld. En hier heb je nog een andere setting. En daar zit ik straks met Sima, hè? Je doet het anders. En je doet wat met me als je naar me toe komt. Je doet het anders. En je doet het anders. Ik ga nergens even, vanavond ben ik hier bij jou. Vanavond hier bij jou. Ik ga nergens even, vanavond ben ik hier bij jou. Ik heb net de opnames gehad met Sima. Ik wil jou nog wel op mijn vlog. Zo lekker vrolijk, hè? No, het is altijd zo vrolijk. Ik heb net opnames gehad met Sima. Ja, was heel erg leuk. Ja, ik vond het echt leuk. Het ging best wel snel. Ja, en jullie moeten echt kijken, want ze geeft zichzelf echt een beetje bloot. Ik vind het zo'n leuke meid. Ja, ja, oh, dankjewel. Het is heel schattig, dus niet meer zo van die negatieve reacties plaatsen. En ja, we gaan nu even foto's maken snel. Ik ben inmiddels al vertrokken en ik ben eigenlijk in een file beland. Echt super kut gewoon. Maar ik had echt zoveel trek. Ik kon niet meer. En ik moest eigenlijk een afslag af naar Breukelen. Zodat ik tussendoor kon rijden in plaats van de file ingaan. Maar ik wou liever de file ingaan zodat ik nog langs een tankstation kon komen om te eten. Want ik kon echt niet meer. Dus ik heb vrijwillig de file opgezogen om te kunnen eten. Ik ben nu bij een tankstation en volgens mij hebben ze hier echt heel veel keuze qua eten. Ik zie zelfs Vlaamse friet. Dus ik ga nu echt kapot veel eten en dan gewoon rustig aan naar huis rijden. En ik mis Nessim echt zo erg. Ik heb haar laatst echt zo erg. Ik heb trouwens echt een leuk interview gehad. En zoals Sima al zei, was ik best wel open. Ik dacht, ja, waarom niet? Dus ja, lijkt me echt leuk als jullie daar ook naar gaan kijken binnenkort. Als die online komt. Want het is op de kanaal Dit is Spot On volgens mij. Het zijn allemaal meisjesonderwerpen. En dit keer hadden we 2 onderwerpen. Eén onderwerp was de social media druk. Echt interessant. En het tweede onderwerp ging over catfish. Dus ben je ooit gecatfished? Dat soort vragen komen allemaal aan bod. Echt heel erg leuk. Heel leuke meiden. Ik heb echt leuke opnamen gehad. Kijk, het is mijn eerste keer zeg maar, dat ik echt zeg maar, naar een show ben gegaan. Of echt opnames heb gehad met meiden of zo. Dus dat vind ik echt tof. Hè? Voor mij voor alles een eerste keer. Ik heb voor het eerst een video opgenomen met een influencer. Voor het eerst naar een show gegaan. Voor het eerst geïnterviewd. Weet je, ik doe allemaal opeens heel andere dingen. En ik vind het echt tof om te doen. En daar ben ik echt heel blij mee. Dat ik mag doen wat ik leuk vind. Dat ik eindelijk ook een beetje heb gevonden wat ik leuk vind. Want ik wist heel lang in mijn leven gewoon niet welke richting ik op wou. En nu heb ik hier ook echt gewoon veel plezier in. Dus ik waardeer jullie ook echt super erg. Heel stom om dat te zeggen. Maar ik ben natuurlijk niet altijd heel erg actief geweest op social media. En ik heb altijd op mijn kanaal geüpload wanneer ik wou. En hoe ik dat wou en bla bla bla. En dat ga ik echt niet meer doen. Omdat ik nu heb ingezet. Ik denk van, weet je, dit is eigenlijk best wel leuk. Als je gewoon zo constant bent met uploaden. En gewoon lekker je leven deelt. En extra video's opmaken. En gewoon constant ermee bezig bent. Kan het echt iets leuks worden. En daar ben ik nu eigenlijk gewoon mee bezig. Dus eigenlijk excuses voor de voorafgaande jaren waarin ik echt shit heb geüpload. Ik ben nog steeds zo blij dat ik een kleine groep vaste kijkers aan heb overgehouden van het vroeger. Ik ben er zo blij mee met jullie. En ik merk ook dat ik heel veel nieuwe kijkers erbij krijg. Daar ben ik ook echt heel erg blij mee. Dus thanks. Oprecht. Ik ga eten. Daag! Ik ben net thuis en mijn katje is gewoon ontsnapt naar buiten, terwijl ze niet naar buiten mocht. Snel naar binnen, hè? Het is koud. Het is koud, hè? Het is koud, even loepje. Wat ben jij ook? Oh, ik ben heel koud. Je voelt heel koud aan. Ik ga stuk. Jongens, ik heb er 1,5 uur over gedaan om hier te komen, als niet langer. Ik ben helemaal gesloopt. Ik ga gewoon gelijk de douche in. Ik heb echt nergens zin in. Gelijk douchen. Ik was echt happy dat ik die Moschino oorbellen niet heb besteld. Want ze blijken echt fucking zwaar te zijn. Ik ben er echt blij mee. Ik heb deze trouwens... Zo, leuk man. Mijn bed opgemaakt. Echt goed meer. Deze trouwens gehad laatst van de Zara. En die vind ik al best wel zwaar. Dus laat staan die Moschino oorbellen. Want ik zag vrouwen die dragen. En die oorlellen hingen echt letterlijk zo helemaal tot hier. Ik vind het echt geen gezicht. Ik ga dus straks een reisje boeken voor mezelf. Ik ga alleen op reis. Het is de eerste keer voor mij. Ik doe het echt nooit. Maar ik heb besloten om het gewoon een keer te doen. Alleen. En ik ga naar een vriendin toe naar het buitenland. Want... Als het goed is, ben ik over 1,5 week in Qatar bij Sabrine. Dus ik heb er echt heel veel zin in. Ik ga het zo gelijk boeken. Eerst douchen, want ik voel me echt heel erg vies. En ik ben al gesneld. Dus dat is nodig. En daarna ga ik gewoon vakantie boeken. Geef ik mijn tijden en mijn vlucht door aan Sabrine. En ga ik me voorbereiden op de reis. Ik heb er zoveel zin in, jongens. Oh, snel douchen! Echt, soms kan ik niet wachten om te douchen. Zo. Broek uit. Ik zie jullie straks. Doei. Dit zijn echt mijn 3 favorieten. Vorige keer zagen mensen dus ik sushi at met een vork. En dan gingen ze daar commentaar op geven. Maar ik kan gewoon niet met stokjes eten. En Nessim wel. Dat zijn echt mijn 3 favorieten. Spicy tuna. Dus Philadelphia roll. En dit is, wat was het nou? Dragon roll of zo. Besef dat ik... Ja? Ik besef dat ik gewoon net al sushi heb gegeten. Echt? Dat is je tweede keer al vandaag. Ja, man. Wauw, oké, dit ziet er niet echt goed uit. Doe deze sushi day. Lekker. Ik wil niks vandaag. En alleen bij jou voel ik dit. En daarvoor heb ik geen reden vandaag. Ik ga nergens heen, vanavond ben ik hier bij jou. Ik voel je motion, baby, vandaag. Ga ik nergens heen, vanavond ben ik hier bij jou. Want jij hebt die saus, jij hebt die motion. Je doet het. het anders. Papa, je doet wat met me als je naar me toe komt. Je doet het anders.